Hij onder de spits en hier dus Van de Water. Heel lang griep gehad. En dan is dit een goede actie. Alleen, die bal moet dan wel op doel. Maar men zal blij zijn dat hij er weer is. Ruststand was 0-0. Fred Grim helpt daar op de tribune. Een wat oudere man, de assistentcoach van Sparta. En als die man zit, kunnen we met z'n allen weer beginnen. Het balbezit is voor Van der Water. Goeie aanname, zeg, was dat. Dan Almere met de aanval. McIntosh probeert met het hoofd bij de bal te komen. Owusu dan met de kopbal. Hoefdraad, hoefdraad. Nou, dat scheelt vrijwel niets. Vlak na rust de eerste kans voor Almere. Mirani, goede paas. En dan een goed lopende aanval met uiteindelijk de bal bij Owusu. Daar is Salasiwa. Salasiwa, oh! Binnenkant paal in de verre hoek. Mooier kun je hem niet afmaken. Gaston Salasiwa. Zijn zevende doelpunt van deze competitie. En voor Almere een hele belangrijke goal. Want zo komt men toch weer wat dichter bij positie 10, die straks recht geeft op de nacompetitie. Jong PSV dan. De actie van Lonwijk. Lonwijk mag ver komen. Maar het schot is onzuiver. En geen problemen voor Kramer. Weggekopt daar. Opgevangen weer door Van Vlerken. Rietsmeijer brengt die bal in. Oh, goede kopbal van Lauwersen weer. Maar even zo'n mooie redding van Kramer. En dus geen gelijkmaker voor Jong PSV. Dat in 2016 nog hier verloor met maar liefst 7-0. De grootste thuiszege ooit voor de Almeerders. Van Hilte, Van Hilte met links, Van Hilte. Koopmans, eenvoudig op de inzet van de rechter vleugelverdediger. En Almere wil meer. Salasiwa komt niet bij de bal. Overname, Duarte. Beweging aan alle kanten. Maar het komt tot bij Rietsmeijer. Rietsmeijer dan en helemaal vrij. Joey Konings. Daar is de gelijkmaker in de 75ste minuut. Dolgelukkig Joey Konings met zijn 1-1. De voorzet is prima van Rietsmeijer. Van Hilte te laat. En Jack de Gier baalt als een stekker, want aan een gelijkspel heeft hij helemaal niets. Owusu met de voorzet. En Mirani, hoe is het mogelijk? De verdediger, Damon Mirani. En wat een goal is dit. Prachtige 2-1 voor Almere. Mirani met de omhaal. En dan de doelman Koopmans geslagen. Hij onder de spits en hier dus Van de Water. Heel lang griep gehad. En dan is dit een goede actie. Alleen, die bal moet dan wel op doel. Maar men zal blijven.